Aanstaande zondag viert klassieker-expert Nico Aaldering de lentesneeuw met een super zeldzame Rolls-Royce. Het is de eerste keer dat hij sneeuw ziet. Een auto waar destijds de Hollywoodsterren in reden. Waarschijnlijk was zo'n kasteel in die tijd net zo duur als deze auto. En ook dit kasteel heeft een bijzonder verhaal. De vader van het kasteelheer, die kende ik ook heel erg goed. En die zei, ik zoek een kasteel waar ik 120 km per uur mijn eigen oprit kan rijden. Dit dus, dat is echt waar. Waar gebeurt. Dat en heel veel meer zie je aanstaande zondag 5:30 RTL 7. Natuurlijk bij ons in Autowereld.